bij de balie geweest. Ja. En we hebben mogelijk 3 hiefs erbij. Oh, netjes. We hebben nu straks, hierna. Ja. En daarna om 8 uur nog een keer. Ja, dan mogen we. En daarna mogelijk nog 1. Oké, nou ja. Weet je wat anders hadden we net zo goed voor 3 hiefs 15 jaar. We gaan dik 30 euro weggegooid. Nou, nu hebben we een reden wat we ervaren. Hebben we bijlaat hoor. Ik heb een probleempje. Wat heb jij nou nee, vergrendeling van een stoeltje. Oh, oef. Schuift hij nu wel los? Zit er wel in. Er zit, ja, maar ik wou hem verstellen, maar ja. Als je me erin vlucht. Ja, ik kan het toch wat denk je? Heel veel mensen denken dat het... Een bosauto. Ja, hij is een rug gegrendeld, maar ik kan hem niet verstellen meer. Maar. Hij zit wel de muur vast. Ja, oké. Okay, nee. Mond ik hier mee? Zal ik gewoon jou geven? Maar mij. Het is gelukkig muur vast. Zodra hij een beetje gaat schuiven. Dan druk ik er zo zijn knop in. En dan of ik doe hand omhoog. Dat is helemaal goed. Nou, dan weet je in ieder geval dat het ook dat is. Kun je ook opschrijven weer. Perfect, op wisten, als ik eraan kan trekken, dan kan geen één gleker achter. Maar. Hij heeft alweer een van onze kast gesloten. Van de tweede. Eerste linker voorbeeld, nu een vergrendelingspennetje gaat lekker. Wat gaat het van straks worden? Compleet af. Ik had er net eentje. Ja? Ik had er net eentje, die zat in de oplader. En even kijken, wat deed hij? Hij ging met zijn voeten, ging hij met de banden vooruit. Ja? Dus de hele oplader ging helemaal scheef hangen. Nee. En toen kon hij een keer gas geven, dus hij geeft een vol gas. Niet weten dat dus die oplader erin zit. Maar toen, hij had de baan had af kunnen rijden, hij had stroomschok kunnen krijgen, hij had de accu kunnen overbeladen. Dat is een reden waarom hij niet rijdt natuurlijk. Dus ik werd heel boos op hem. Ja, tuurlijk. Bij de schade gereden voor de hele kartbaan. Ja, dus hij zegt tegen mij van... ja, ik heb het niet gezien. Ik zeg van, nou, als je dat niet gezien hebt, dan moet je ook niet gaan karten. Nee, precies. Dus, nou, dat was stil. Je moet er wel een beetje kijken, even wachten toch als je in pitlane staat, dat er nog aangesnoerd kan zitten. Of dat de baan moet eerst vrijgegeven worden door jullie, voordat je zeker weet dat je kunt karten. Ja, en natuurlijk, ik was wel echt even pissig, want dat kan natuurlijk alle gevolgen hebben van die. Ja. Dus daar was ik een beetje pissig op, maar ja. Nou ja, gelukkig is het bij Sissa gebleven, dus dat... Het is civiel gebleven. Nou, mooi. Wat vragen? Ja. Succes? Ja, dankjewel. Ik ga mijn best doen. Ik ben bij een kartwissel moeten toepassen straks. Dus dat, ik hoop dat de stoel heel blijft. Ik hoop het ook. Als je stuur maar eraan blijft. Ja. Als je maar kan sturen en remmen gaf. En een van de eerste onbeperkt kart evenementen hier zo, te brak deze linker voorwiel eraf. Die begon helemaal te klapperen, zeg maar. Nee, ik heb begin te staan level 7. Ik heb eens een keer dat ik midden in de bocht op level 10 toe geweest krijg. Nou, je schiet gelijk de muur in. Ik heb één zwakke plek en dat is toch die bocht die zo loopt. Ja. Dat is één van de slagste. Ja, dat is ook een beetje een gevoel wat je bij moet hebben. Maar uiteindelijk moet het toch goed komen. Ik merk dat ik met leunen. Ja, maar ik merk wel met leunen nu dat ik steeds meer beter in de bocht in kom. Ja, maar ik steeds meer begin te rijden. Steeds sneller. Nou, zij die mogelijk gaan verschuiven tijdens het rijden, goed. 1, 2, moet 3 ook nog komen. Yo! Nou komen wij. Oh jee.
Ja, dat is goed. Ah, ja, welverdiend. Zeg, wanneer mogen we weer? Ja, dat kan. Wij hopen dat mee. Ja, wat een battle, man. Ja, ik zou jouw deur dicht te gooien op zich. Ja, maar ik liep weer aan de heel precies. Ik dacht eerst van, oh jeetje, er gaat ruzie komen. Dat is het daar. Ah, super clean. Zeker, man. Dit is nou echt gek. Maar daar hou ik van, weet je. Echt actie. Je komt hier niet van flauwekul. Nee, serious business dit. Je komt hier echt op van je business inderdaad. Echt goed gedaan. Met een kapotte kaart, hè? Dat wel. Ik kom op zijn piek. Ik kom mijn stoel niet verschuiven. Dus mijn Frans was sowieso een kloot. Het is dat er nog geen radio zit. Anders had het misschien Leclerc. Nee, nee, nee. Het heeft niks te maken met de snelheid. Nee, met grip wel. Ik vind hier naar de 4-1. Ja, maar ze balans niet goed. Ja, dat schoot je uiteindelijk niet. Ja, lekker. Lekker, hè? Heel